Oh, daar heb ik ook zo'n 1, 2, 3 een antwoord op. Ja, goede vraag. Ik weet niet. Geen idee. De veiligheid staat boven alles. Harder aanpakken, die handel. Nergens nog. Het is heel belangrijk dat ze dat doen. Dat is bijvoorbeeld van hoe gaan we om met de openbare ruimte in het buitengebied. En een van die thema's is de zorg. En dat inwoners zeggen van op het moment dat er veranderingen zijn in de zorg, dan willen we wel graag als inwoners graag meepraten. Ja, dan zou ik zeggen, leg de pijn overal een klein beetje neer. Ik denk organisatie binnen de gemeente. Moeten ze zelf een beetje bezuinigen, moeten ze zelf een beetje de handen door de mouwen steken en doen. Eén ding is zeker, er ligt een voorstel in juli aan de gemeenteraad voor, waarin we 3,5, in ieder geval een oplossing hebben voor ons tekort van 3,5 miljoen. Dan moeten we nog hard aan de bak. Dat moeten we zeker.